Mensen, laten we beginnen. Het is net de klas in school, dus deur is dicht. Het is tijd. Van harte welkom allemaal hier in deze trendseminar over Google Glass. Ik wil in het bijzonder even welkom heten onze twee gastsprekers. En Oculus Rift niet vergeten. Sorry? Google Glass en Oculus Rift. Kom erop. En het gaat om de trendseminar, dus wat zien we op ons afkomen? De twee sprekers zei ik net, Daphne Horst en Jordi Bruin. En natuurlijk ook, in het bijzonder, onze mister in Holland, Doet Beterta. Die nog gelukkig even bij ons is. Hier in onze Haarlemse vestiging van in Holland. En dan, ik wil jullie, wie ben ik? Ik ben Effe Bol. Klussenmanager bij het prachtige domein techniek, ontwerp en informatica. En ben verantwoordelijk voor de 12 opleidingen die we hebben op 4 locaties. Waarvan een van de bloeiende hier in Haarlem informatica is. Neem gauw plaats. Een opleiding die de afgelopen jaren zich nogal heeft vernieuwd. Hele actuele profielen heeft vandaag de dag, waar ook dit onderwerp wel mooi bij aansluit. Eigenlijk gaat het om game engineering en mobile development. Afstudeerrichtingen waar het bedrijfsleven zeer actief en prominent in deelneemt. En een van die bedrijven is IIIT, waar Jordi een van de sprekers vandaag is. Maya kwam enige weken, Maya Smoekie, onze docent HCI, Human Computer Interaction, kwam enige weken geleden naar me toe dat ze met de PR-groep van deze vestiging deze trendseminar ging organiseren. Nou, begrijpbaar interesse hierin. Het leek ons prachtig. En lijkt me ook goed dat zo'n opleiding als informatica hier zijn verantwoording bij neemt. En zo komen we dan terecht bij deze sprekers waarvan Daphne, wat mij betreft, een beetje de moderne eigentijdse uitvoering is van Alice in Wonderland. Het wordt straks Daphne in Google Wonderland, die ons meeneemt in haar prachtige tocht. En daarna komt Jordi ook nog met hele aansprekende nieuwe technologieën. Maar dat houden we er nog even onder de pet. Als we kijken naar wat komt er op ons af. Google Glasses. Ik ben zelf van origine een microelektronicus. Ik ben altijd gefascineerd geweest door techniek en technologische ontwikkelingen. Dus als ik naar die bril kijk, dan krijg ik er wel een heel warm gevoel bij. Het gaat natuurlijk ook om toepassingen. Nou, je hoeft niet zo diep na te denken om er een paar te bedenken. Als je denkt in de toepassingen een technicus bij KLM, die grote bak, nieuwe Airbus A380, en gooit die motorklep open, het zijn geen kleine dingetjes, ziet daar ook een bom prachtige techniek en moet een of ander ventieltje zoeken. Maar hij ziet precies op zijn brilletje waar die moet zijn, verwijzing naar welke tools en met welke kracht hij dat ding los moet maken. Efficiënt en snel. Ik kan me ook zo voorstellen dat de Google Glass wordt steeds meer geïntegreerd met andere ICT-ketens. We kennen de smartwatches, daar is er pas weer eentje van gelanceerd, die ook allemaal vitale functies registreert, lichaamsparameters. En je zou je zo kunnen voorstellen dat een vrouw om haar bevelende reden haar temperatuurcurve weer bijhoudt. En als dan opeens de curve klopt, komt op het centje staan en nu naar huis. Ik zou het zelf prettig vinden in de klas zo'n scherm te hebben. Je kijkt de klas in, je ziet altijd een groepje studenten die er niet mee bezig is en denk je, moet ik nou ingrijpen of niet? Je kijkt dan iemand aan, de gezichtsherkenning weet dan wie het is, die haalt even de cijferlijst erboven. Je kijkt je ogen en je denkt, dat zit mij niet wel goed. Zijn buurman, daar zie je wat andere cijfertjes, je denkt, die spreken we even stevig aan. Het gebak die ik bekend. Nu hebben we ook bij informatica dit jaar een student, waarvan ik me ook afvroeg, Sadat, in de toekomst ook een oplossing voor hem kunnen zijn, die is doof. Toch zit hij in de klas. Er is dus naast de docent, staat dan een dove tolk. Dat leidt op zich af. Ik denk, als je het een tijdje gezien hebt, gaat het ook wel. Kijk maar naar het nieuws. Dan vergeet je het ook wel. Maar als hij dat schermpje voor zijn oog had, zou hij wellicht de dove tolk op een andere plek kunnen hebben. Wel op een hele andere manier de interactie kunnen doen. Een zeelt van oplossing. Maar dat dit toch maar de start is van een nieuwe technologie, en daarom hebben we het ook over trendwatching, is duidelijk. Dat ICT een ongelooflijk impact heeft op onze samenleving, mogen duidelijk zijn. En dat het ook een trade-off heeft, daar moeten we mee leren omgaan. Twee simpele voorbeelden.
En, ik heb nog 40 minuten. Ja. Dat is toch eigenlijk essentieel genoeg te hebben. Ja. Vorig jaar een klas informatica studenten. Ik zei, jongens, pak even pas papier en pen. Bijna niemand had het. Ze hebben een smartphone, ze hebben een tablet, ze hebben een notebookje bij zich. Ja, ik dacht, ik word hier met pen en papier weggedragen, omdat ik vraag om pen en papier. Vorige week, en je ziet mensen zitten in een restaurant, op een schermpje kijken. Een stelletje naast me, leuk gekleed, knappe meid, dus ik denk, die gozer heeft dat goed gedaan. En toch trok ik me aan, volgens mij is dat alleen maar op een schermpje te kijken. De wonder is een virtuele wereld. De jongen die zo wanhopig te kijken, dan gast kappen. Totdat hij bij een briljant idee kreeg, hij stuurt er een appje. Toen had hij contact via de virtuele wereld. Heel apart. Het is niet de bedoeling hoe we het willen doen, maar dat is de impact van ICT. Dat is vanuit de gebruiker. Ik ken ook de verhalen dat mensen met een boekenglas werden aangevallen. En de bril van het hoofd geslagen, ik weet niet of het jou is overkomen, maar het roept wat bij ons op. Stel je staat tegenover haar en plotseling op het schermpje zie je een fotootje van jezelf verschijnen met een rood knipperend uitroeptekentje. Nou, voel je je dan nog een beetje prettig daar? Het zijn allemaal dingen, daar moeten we een antwoord op vinden. A glass with the view. Ja, je kijkt door het raam naar buiten en wat je oog wordt begrensd met wat je waar kan nemen. Dat kun je zien in waar. Als je zo'n venstertje opzet, dan kijk je door het glas en is je oog eigenlijk niet meer beperkt. Dan word je aangesloten op een oneindige wereld waarbij real-time en virtual eigenlijk door elkaar heen gaan lopen. En dat is iets wat ongelooflijk interessant wordt en waar ik hoop dat Daphne ons in meeneemt. Dus wat mij betreft, leun genoegzaam achterover en laat Daphne jullie meenemen op haar ontdekking. Daphne. Fijne introductie. Ik zal even mijn. Kijk, ik heet geen Daphne Horst, maar Daphne Galla Horn. Dus bij deze, voor jullie even de juiste tekst. Op Twitter ben ik te vinden als @ikbendaf. Ik zit ook op Facebook en Path en LinkedIn kunnen jullie me vinden. Ik ben Glass Explorer. Ik ben hier niet alleen als Glass Explorer. Jordi is ook Glass Explorer. Worden jullie me trouwens achterin? Ja? Hard genoeg? Ja, zien jullie het goed genoeg, het scherm? Ja? Ja. Volgens mij is het goed. Jordi is ook Glass Explorer, dan van Triple IT, zo kennen we elkaar ook. En ik ben hier uitgenodigd door Bart Leeuwenburg. Ik weet niet of ik hem nu even kan vinden. Ja, Bart, dank. We hebben elkaar gezien tijdens het film, op iFilmmuseum. En ik ben collega van deze mensen. Ik ben dus ook fotojournalist, dus ik let ook op de camera mensen hier. Maar ik vertel ook over glas. Goed. Heb je hem? Ja, ik ga stil blijven staan hoor. Oké. Ik ga het dus over optical wearables hebben. En glas heeft heel veel namen. Het is een wearcam, een draagbare camera, een computerbril. Volkskrant noemt het vaak het brilletje met het dwergvenstertje. Een optical wearable, maar ook een voice-controlled camera. En al deze namen heb ik afgelopen jaar verzameld. Oep, nou trek ik me. Dat zei Chris al, je moet niet zo bewegen, want dan trek ik de kabel eruit. Maar al deze namen heb ik verzameld en mijn moeder zegt altijd, kinderen waar veel van gehouden wordt, heeft veel namen. Nee, dat gaat lukken hoor. Zo, kijk, daar zijn we weer. Goed, ik had 40 minuten, ik heb nu 30 minuten om jullie mijn verhaal te vertellen. Ik heb al een jaar deze camera op mijn hoofd. Dit is niet, ik heb hier de eerste versie zoals je ziet, een vriendin van mij heeft dit portret gemaakt. En dit is de eerste versie. Ik heb in één jaar tijd al 4 versies versleten en ik haal hem even uit mijn haar. Als het lukt, zo, ja. Yeah. Dit is versie 4. Op dit moment de laatste versie met een verbeterde hardware.
meer geheugen, wat kan het nog meer? Hij is sneller, de batterij is sneller en hij draait gewoon beter, hij heeft minder bugs. Voor straks, ik kan hier geen demo doen, ik kan het alleen op het scherm doen. Dus ik laat voor straks, als je even wil kijken hoe het werkt, apps zien, kunnen we straks even tijd vrijmaken, ja? Oké. Ben ik een cyborg? Of zijn jullie ook cyborgs? Dat is een beetje de vraag. Ben ik een cyborg omdat ik glas draag? Of omdat ik ook een smartphone heb? Omdat ik bijvoorbeeld een desktop heb? Of eigenlijk alle techniek wat ik maar wil gebruiken? Hè? Ook alleen al kleding aan is niet natuurlijk. Dan kan je jezelf ook als cyborg noemen. Wie voelt zichzelf een cyborg? Zijn er mensen? Ja? Eentje? Waarom? Ja, het is wel zo. Ja, inderdaad. Het zou niet verwachten. Maar dan voel je een cyborg. Misschien, en dat is ook een heel goed punt, als je dus techniek intern draagt, hè, en dat ga ik straks ook laten zien. Ik heb een videootje van medicijnen met sensoren. Maar als je techniek in jezelf draagt, of de fysieke grens voorbij gaat, misschien voel je dan nog meer een cyborg. Nou, Apple Watch is nog maar het begin. Ook Glass, dit is nog maar een beta-versie. Dit is eigenlijk stel nog helemaal niks voor. Het wordt echt gehyped en ik word Alice van Wonderland. Maar ja, het is leuk als fotograaf, maar €1200? Ik weet het niet. Goed, ik laat het een beetje zien. And that can be serious, confusing, and a little scary. With Proteus, you can take charge again. Ingestible, is it? Powered by you. The sensor, patch, and phone work together to help you keep on top of your health. Our system starts with a tiny sensor that goes in your medicine. Remember how a potato battery works? Two metals and a wet potato can power a light bulb. The sensor works the same way. Two metals generate power when they get wet in your stomach. So it's literally powered by you. The patch, which you wear on your skin, knows when you've ingested your sensor-enabled medicine and also captures your activity and rest patterns. Then it relays that information to your phone, where our application connects you to your support network, enabling you to share only what you want them to know. So your network is also powered by you. Proteus Digital Health, your tools, your network, and most of all, your health. All powered by you. Goed, sensoren zo groot als een graankorrel komen eraan. Ze zijn heel goedkoop. Die komen in je medicijnen, die komen in je voedsel. Die gaan we allemaal inslikken en daar dingen mee doen. Dat is best wel een gek idee. Ook dat je zegt van, goh, ik deel deze informatie met mijn dokter, met mijn verzekering en misschien ook wel met mijn partner van, hey, ik heb vandaag een pil geslikt. Of juist niet. He, dat kan je dus allemaal zelf instellen, zelf filtreren en trendseminar, de toekomst is smart, maar de toekomst is ook heel veel sensoren die met elkaar data gaan genereren en met elkaar gaan praten. Goed, ga ik weer terug naar Glass. Dit is echt een futuristisch plaatje, misschien gaan we allemaal zo uitzien. Met schermen, digitale adviseurs. Je hebt minder mensen nodig. En hoe meer informatie ik ook zelf aan Google geef, waar ik woon, waar ik slaap, waar ik heen ga, overdag, waar ik foto's maak, wat mijn plannen zijn, dan geeft Google mij meer via Google Now steeds meer gedegen informatie op de juiste plek. Wie weet wie deze meneer is? Wie is het? Tony Stark. Nee, bijna. Het is niet die meneer. De Iron Man. Wie is dit? Jongens, jullie gebruiken het elke dag. Dit is Sergey Brin, de founder van Google. Herkennen jullie hem? Hij is een beetje ingepakt. Sergey en... Ja, hij heeft ook een baard. Hij heeft een baard. Ja, hij heeft een baard. Oké. Maar Sergey heeft dus Google opgericht samen met Larry Page. En ook Glass
Het komt van een divisie van Google, dat is Google X Labs. Weet iemand wat Google X Labs maakt? Ja? Twee verschillende dingen, onder andere robot voor DARPA, of een soort exoskelet voor DARPA ook. Ja. Volgens mij is er ook iets met ruimtevaart, dat ziet wel doen. Project Loom, heb je ervan gehoord? Internet voor heel de wereld. Ja, dat was iets. Ballonnen in de stratosfeer. Internet voor heel de wereld, zelfrijdende auto, Project Glass, windmolens. Op het moment dat ergens wind is, gaan ze gewoon windmolens oplaten. Dus niet aan de vloer, gewoon daar is energie te halen en daar gaan we het halen. Allemaal belangrijke wereldproblemen waar ze... Ja, ideeën en producten voor maken, maar ook glas. En bestaat glas al langer dan Google? Iemand een idee? Vast wel. Vast wel. Ik zal Ivan Sutherland laten zien. 1968, de eerste augmented reality bril. Was van deze meneer. Dat is een professor uit Utah, die samen met zijn student een ontzettend clunky versie, heel groot, met kabels. Ja, dit is eigenlijk de Oculus Rift, maar dan een beetje anders. 1968, dus over een paar jaar is Google Glass Optical Wearable al 50 jaar dat het bestaat. Een halve eeuw. En nu lopen we woehoe te doen. 50 jaar is het er al. Tuurlijk, niet als consumentenversie. Ik heb het over Steve Mann heb ik nog niet over gehad. Sergey Brin noem ik het kleinkind van Glass. Die is ermee verder gegaan sinds 1998. Heeft hij allerlei knappe koppen verzameld rond deze man. Niet Steve Mann. Het laatste plaatje klopt niet, want Steve Mann heeft nooit iets met Google gedaan. Steve is eigenlijk de grootste vader van wearable computing. Hij is op dit moment niks meer met dit bezig. Hij is met een instrument bezig om water om te vormen in geluid. Dus hele andere dingen. Hij is professor in Toronto. Het enige wat hij nog wel op de markt heeft gebracht. En je ziet ook, hij heeft meer dan 35 jaar al verschillende versies. Ik geloof dat hij 6 versies al heeft gemaakt. En hij is nu met een versie bezig. Zal ik even kijken of hem... Ja... Space glasses, ik heb helaas mijn laserpen niet bij me, maar naast die blauwe Google Glass zie je met een soort pilotenbril. Dat is een augmented reality glass wat tussen Google Glass en de Oculus Rift in zit. Die zorgt ook dat je meer mediated reality kan zien, dus meer in een donkere vorm, maar wel met twee ogen. En niet zoals dit met een heel klein schermpje. Goed. Ja, hebben jullie Apple gezien allemaal, de Apple Watch? Ja, die willen we kopen? $450? Ja, die willen we hebben? Wil iemand ook een Android? Deze is $250, hè? Wil deze? Ja? Heeft u LG? Samsung. Iemand ook met Pebbles hier? Geen Pebbles? We hebben één LG in huis, dus één smartwatch. Twee smartwatch, jij ook? Niet bij. Wat vind jij? Huh? Samsung. Okay. Ik kom straks even kijken, want ik heb hem nog niet gezien. Google is tijdens de I.O., het laatste congres, hebben ze geen woord gerept over Google Glass. Helemaal niks meer. 2 jaar geleden was het de hype. Nu hebben ze nog wel wat over ontwikkelingen. Maar ze zijn volledig... eigenlijk naar het Android Wear en dit platform gegaan, smartwatches. Waarom? Ik denk omdat Apple natuurlijk eraan zat te komen. En misschien is dit product toch nog niet hetgene wat ze verwacht hadden. En dat moeten we echt even afwachten wat het gaat doen. Het is ook nog steeds niet echt de consumentenversie. Ik kan hem in Amerika via Google Play Store kopen, maar het is nog steeds ontzettend moeilijk. Mijn eerste glas die ik kreeg was minder moeilijk dan deze. Dit is een versie, daar ben ik bijna een half jaar mee. Elke dag mailen met Google, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik heb iemand naar San Francisco gestuurd om op te halen. Nou, één grote ramp. Dus wat Google aan het doen is op dit moment met Google Glass, ik weet het niet. Ah, apps. Herkent iemand iets wat ik gebruik?
Facebook, Evernote. Gebruik je Evernote? Ja? Handig, hè? Paspoort, rijbewijs, je wilt in het buitenland even een scanner in, heel handig. Ik gebruik het, dit zijn alle apps die je van Google kan downloaden op Glass. Alle apps? Alle. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer siteloadbaar. Daar ga ik straks een paar van laten zien. Degene die ik gebruik is Livestream. Als fotojournalist is het fijn om op een plek te zijn dat ik direct kan zeggen, ik kan live jullie laten zien, maar ook mijn netwerk in de andere kant van de wereld, van dit is wat ik nu zie. En vorig jaar was ik in Turkije met Taksim tussen de traangas. Heel veel gedoe, heel veel geweld van de politie. Ik had helaas nog niet mijn Google Glass, maar ik had toen fantastisch live kunnen streamen. Pad gebruik ik. Gebruik jullie Pad? Weinig? Nee, Facebook natuurlijk. Ja, Facebook. Oké. Twitter gebruik ik, Wordlens. Wordlens is een hele fijne app. Jullie kunnen straks even, ik sluit mijn glas op dit apparaat aan en kan ik laten zien wat het precies doet. Deze app kun je siteloaden. Google heeft gezichtsherkenning uitgezet, omdat ze heel veel problemen kregen met explorers die zich niet fijn voelden, maar ook het publiek. Dus Steve Wren is aangevallen in de McDonald's met zijn bril, terwijl hij vast aan zijn hoofd zat, want hij heeft hem vastgeschroefd. Dus hij had echt schade aan zijn hoofd. Dit is een groot probleem en ik zal je even laten zien. Dit is mogelijk met Google Glass. Show on Google Glass. Detect the information behind. See this for the first time. Facial analysis on Google Glass. It is based on Fraunhofer's proprietary Shure software library. Let's have a look at how it works. Shure processes high-resolution video in real time on the Glass CPU. Shure can detect basic emotions or do valence detection. In addition to that, it does age estimation and gender recognition. As you can see, Shure is not limited to a single face. Shure respects other people's privacy. There is no recognition of faces, and none of the images leaves the device. But that's not all. Our Shure technology can do even more helpful things not shown in this demonstration. This was just a demo of the Shure library. The software is not available in an app store. For more information, please take a look on our webpage. Nou, je ziet het op fraunhofer.de, dat komt uit Duitsland. Dus we kunnen daar de app downloaden en dan siteloaden en dan kunnen we emoties herkennen of gezichtsanalyse doen. Wie zouden dat graag willen? Welke mensen? Marketing. Ja. Autisten. Marketeers zouden daar moord voor doen, want normaal vragen ze aan mensen, wat vinden ze van dit product? Heeft u ervan genoten? Allerlei vragenlijsten. Ze kunnen dan direct zien of ze werkelijk van het product hebben genoten. Marketeers, Google vindt het fantastisch. Nog andere mensen? Schiphol. Gezichtsherkenning? Gezichtsanalyse, ja, gebruik het al, hè. Ik ga straks nog even wat over vertellen, sorry. Ja, mensen die ook moeite hebben met emotieherkenning. Dus mensen met autistisch spectrum, maar ook mensen die moeilijk kunnen kijken van hé, wat heb ik nou voor me om op die manier te kunnen scannen. Hoe goed dat nog is, dit is echt nog een beta-versie. Als je dit absoluut niet wil, hebben we daar een natuurlijk iets voor. Face privatizer.
Ja, in China wordt het gebruikt, $10. En je gezicht kan niet herkend worden, geen analyse, geen emotieherkenning, maar $10. Dus, en als je niet zo verschut kunt lopen. Kennen jullie dit? Je kunt alle wearables die om je heen zijn, dus we hebben hier hoeveel wel die? 2 watches, hè? 3 watches. We kunnen nu een anti-router, deze inpluggen, $80. En die al die wearables niet meer online laten zijn. Dat is mogelijk. Ook hele wifi scramblers. Voor $20 heb je gewoon een apparaatje dat jullie niet meer op wifi. In mijn buurt wil ik geen wifi hebben. Dan. Ik heb het over smart. Ik heb het over smart watches. Maar er is nog een soort voorstadium, een smart help. Maar het is ook het is een voorstadium van glas, maar ook weer een stadium verder. Kijk maar eventjes mee wat je hiermee kan. Dit is een toepassing voor de industrie. Iets harder zetten. What we found was, you just can't solve the most challenging problems with devices that were designed for consumers. We needed something that was designed specifically for industrial applications. So we decided to start from scratch and build the device we wanted, the device our customers needed. It was so important that when we made the smart helmet, we considered the user experience, what the worker would see. We had to make a display that was there when we needed it. Stereo augmented reality. And had a whole new interface that was intuitive. And just right for the media. And when they were done, it got out of the way. So you could go back to work without distraction. This is the first time that all these ideas and technology have come together in a product that can change the world. It combines an array of cameras, so the computer vision sees 360 degrees, an industrial-grade inertial measuring unit, so it's resilient even in low light. And a high-resolution depth sensor for precise tracking and alignment. Well, what the Dacry Smart Helmet allows the worker to do is take work instructions and augment data or information right on top of the actual work environment. One of the most powerful features is the ability to integrate live data from existing equipment and to visualize it in the context of the real world. Imagine being able to look at a gauge, see what the value is, even from across the room. What if you do it with more than one gauge and automatically log that to a critical system? You can take a device that's completely offline and connect it just like being there. This is something that has never been done before. It's designed completely from the ground up with augmented reality in mind and with industrial applications in mind. What we really needed to do was not just make a device, we had to make a revolution with software too. So we created IntelliTrack. IntelliTrack uses a computer vision technology called visual inertial navigation to understand the world around you. No matter where you go, it understands the context, so you can use 4D anywhere. The smart helmet knows how you move through a space, and it can map the environment and start to create a 3D reconstruction of the facility. When you have multiple people wearing smart helmets, they share that information, and you can build an entire model of the facility with that combined data. This is the first time a wearable product has had this much computing power. One of the things that we've seen in academic studies around the use of 4D for manufacturing training is that it vastly reduces the number of errors on the first time that someone is performing a given operation. And so Dacry Smart Helmet is the perfect tool for impacting those sort of first-time operations. It's actually built with that beginning user in mind, empowering them to be more effective, to be more productive, to learn things more quickly. And it actually makes their work more enjoyable. This idea has been in academia and in research labs for a long time, but has never been built into a product until now. The applications that come with the Dacry Smart Helmet are going to allow workers to do things that they've never been able to do before. Makes them more efficient, more productive, and allows them to really extend their impact. We feel like we really have a shot at being the next industrial revolution. The Dacry Smart Helmet is the future of work.
heeft meer rekensnelheid, het heeft ook stereovisie. Glas is denk ik goedkoper, ik weet niet wat dit kost, het is nog maar net op de markt. Ik heb nog een ander voorbeeld, ik zit even te kijken, ja hier is het. Ik heb nog een ander voorbeeld dat Airbus gebruikt, heeft vandaag gepatenteerd, of eigenlijk gisteren, moet ik het goed zeggen, ook een helm, maar een virtual reality helm. Voor industriële toepassingen zijn wearables is maar een hele kleine laag, maar 8% van de totale markt. Entertainment moet ik even op mijn briefje spieken. Volgens mij zit ik daar aan 13%. Dat zijn nog allemaal de lage sectoren waar deze brillen voor gemaakt worden. Maar Airbus is dus bezig, hè, een vliegtuigbouwer in Frankrijk, met een virtual reality helm voor entertainment. Dat je niet meer weet, ik zit nu in een vliegtuig, maar ik krijg twee uur lang een fantastische ervaring. Smart helmets wordt ook voor andere doeleinden gebruikt. Alle bedrijven die door Google opgekocht zijn om Google Glass te maken, hebben ook producten geleverd van de Amerikaanse militaire, hier de landmacht. Augmented Reality Glass wordt hier gebruikt om beter 's nachts te kunnen kijken, maar ook om warmtesensoren te zien waar warmtesporen zijn, of er mensen hebben gezeten. En ook de plek waar ze zijn, om daar informatie te krijgen en zich beter geïnformeerd te zijn dan hun vijand. Luchtmacht. Amerika is bezig met Google Glass, doet nog niet heel erg veel. De politie in Nederland is erg geïnteresseerd, maar voornamelijk voor surveillance, dus eigenlijk surveillance, op het moment dat ze op een motor zijn of op een paard en niet zo heel veel doen, maar puur kunnen kijken, dat ze gewoon video's kunnen maken en die ook direct vast kunnen leggen voor, je weet waarschijnlijk de Russische camera's in, kennen jullie die? De Russische camera's, de dashboardcams. Die worden steeds meer gebruikt, maar dan ook toepasbaar op mensen. Dan moet ik nog één ding vertellen. Mercedes heeft een nieuwe auto gelanceerd. Heel erg duur, maar met 8 camera's. Sorry? Als iemand wil pesten die in een auto rijdt, moet je even voor de auto springen. Ja. Ja. Ik weet niet of je jezelf dan ook een beetje pest, maar het wordt veel gedaan. Ik heb echt filmpjes gezien dat je denkt, oh mijn god. Maar Mercedes heeft 8 camera's in zijn nieuwe auto. En gaat ontwikkelen ook dat camera's niet alleen aan de buitenkant van de auto zijn, zodat je voetgangers kan herkennen, maar ook in de binnenkant van je auto, dat als je bestuurder bent en je valt in slaap, dat dus de camera jou ziet slapen en je een seintje geeft. Dus ook als bestuurder ga je opgenomen worden. Even kijken. Ik heb het helemaal niet echt over specs gehad, maar deze belangrijke sensoren zitten erin. Welke is het populairste, denken jullie? Ik hoor heel veel gyroscoop. Zijn er nog andere? Ja, dat is de populairste, de versnelling. Google weet als ik balgen heb hoe hard ik ga. Ik weet het ook. Ik gebruik de Strava-app. Ik ben nu regelmatig aan het fietsen. En op een bepaalde plek in Amsterdam fiets ik 40 km per uur. Nou, vind ik helemaal fantastisch. Het zijn allemaal leuke gadgets. Maar het is ook handig dat bijvoorbeeld Glass weer met je auto kan communiceren. Dat je ook ziet, als je Glass op hebt, hoe hard je rijdt. En ook alerts krijgt van je gaat nu de snelheidslimiet over, je gaat nu dit doen, je gaat nu dat doen, of je rijdt veel te langzaam. Eye tracker, weten jullie wat die doet? Zeg het eens. Als je naar een bepaald plek kijkt, dan doet die bepaald gezellig. Ja, de eye tracker zit dus in dit transparante schermpje, die kijkt naar mij. Ik word getrackt. Die kijkt waar ik naar kijk. Wat voor emoties ik krijg, die weet wanneer ik verliefd ben, of ik dronken ben. Of ik iets anders heb gebruikt, misschien te veel pallo's. Dat soort dingen worden door de eye-tracker vastgelegd. Wat Google ermee kan doen, niemand die het weet. Ik wil het heel graag weten van Google, maar ze geven geen antwoorden op het moment dat ik met dit ga. Ik heb meerdere keren gevraagd van mag ik als journalist binnenkomen? Mag ik jullie live vragen? Mag ik deze vragen stellen? Nee, dat mag alleen maar per mail.
Dus het mag niet in Amerika en het mag niet in Nederland. Nou, dat is eigenlijk wel een beetje gek. En dat is ook wel, ja, een wrang, vind ik. Voordat ik een filmpje verder ga, ik heb smart dingen gehad, maar ook camera's worden steeds beter. En u zei het al, van misschien kunnen we in de toekomst zien of je verhoging hebt. Verhoging is nog maar heel erg technisch laag. Ik zal u zo vertellen wat we nog meer kunnen zien straks. Maar eerst even, dit is een slimme camera, gebruikt in Israël. Israël is ontzettend ver met de beveiliging. En kijk wat deze camera kan. It empowers forces to know the unknown. The Zebra 800 is for the most challenging operations, where high performance and true 3D through-the-wall imaging are critical to mission success. With the Zebra 800 interface, you have an intuitive and detailed situational awareness picture clearly presented on a real-time integrated display. The 3D view enables the user to effectively track and understand the orientation of multiple moving or non-moving living objects. You take actions on the basis of a targeted reality picture. The top-down view provides rapid information on target location while displaying details of the static objects so that room layout and structure can be accurately understood. The side view delivers precise information for measuring the height of objects. The history view clearly tracks objects and movement patterns on a calibrated grid. The Zebra 800's rich feature set includes additional indications, views, and menu options, along with recording capabilities for post-mission analysis and debriefing. With a viewing range of up to 20 meters, the Zebra 800 enables standoff operations. Terrorisme komt voor. Gijzelingen komt voor. Slimme camera tegen de muur aankijken, kijken waar de gijzelaar zit, of de gijzelaar stil zit, of de andere mensen, of die bewegen, wat voor wapens die bij zich hebben. Ze kunnen alles zien gewoon door een camera tegen de muur te houden. Dus dat slimme camera's worden steeds meer gebruikt. Weet iemand ook in Nederland waar het gebruikt wordt? A9? Hoor ik dat goed? Ja? Ja? Slimme camera's, operaties, ja, ook. Snelwegen, of je de grens overgaat. Schiphol heeft op dit moment camera's dat ze kunnen zien wanneer je zenuwachtig bent. Wat ze dan meten, is of je neuspunt koud is, je extremiteiten, je vingerkootjes, of alles koud is. Ze zien gewoon hoe warm je bent, of je aan het zweten bent, hoe je hartslag. Ze weten ook met software, op het moment dat je door de vertrekhal rent, pikken ze je eruit. Als je in een groepje bent, het groepje splitst zich, pakken ze ook, krijgen ze een alert. En in de toekomst is het zelfs mogelijk met slimme camera's. En dat zeggen ze ook, Yuri van Geest van Singularity, die zegt met Google Glass is het straks mogelijk, maar ook met optical wearables, om te zien of iemand kanker heeft. Of iemand een tumor heeft, of iemand vruchtbaar is. Je kan diagnoses doen gewoon door te kijken. Bizar. En het laatste plaatje, weten jullie wat dit is? Dit is natuurlijk een wereld. Hebben jullie deze gezien? Het plaatje afgelopen tijd op internet, afgelopen week is het. Ja, de ping. Iemand heeft een ping gestuurd naar alle apparaten op de wereld die verbonden zijn met internet. Dit zijn alle apparaten op de wereld verbonden met internet. Ja, je ziet de hotspots. Ja, Europa. Noord-Europa, zuiden ook wel. Amerika. Weet iemand wat de plek in Groenland is? Je ziet één rood puntje in Groenland. Er zit heel veel internet daar.
station. Ze kijken daar met heel veel apparatuur naar de sterren en wordt vastgelegd. Maar ja, je ziet Australië nog best wel weinig apparaten op internet. Ik heb zelf 4 apparaten nu bij me, verbonden op internet. En wij gaan allemaal sensoren dragen. En al die sensoren worden clustercomputers die met elkaar gaan praten. Dus verbonden met internet, elkaars energie gaan gebruiken, elkaars data gaan gebruiken. Dus we worden helemaal behangen. Oké, dit was volgens mij het laatste. Ja, heeft iemand vragen? Geen vragen? Nee. Zie daarin. Ben je niet bang dat als dit zo doorgaat, dat wij over 10 jaar 0,0 privacy hebben? Ik denk dat privacy al volledig dood is. Privacy gaat dood voor de mensen zelf. Ja. Ja, ja, ik geef natuurlijk via Google Glass geef ik ook heel veel informatie over mezelf. Wat ik kan doen is hem af en toe aan iemand anders geven door ruis te genereren, zodat je dus informatie krijgt die niet bij mij hoort. Ik denk dat we daar ook met z'n allen goed geïnformeerd over moeten zijn en met elkaar ook in debat moeten van wat willen we überhaupt dat er gebeurt. Google is zo machtig. Ik werk niet voor Google. Ik promoot semi wel ook Glass. Dus het is een beetje een moeilijke positie. Maar ik ben ook wel dat ik denk van, goh, alle foto's die ik maak, toen ik bijvoorbeeld vorig jaar in Turkije was, was het gevaarlijk. Ik heb doktoren daar gefotografeerd. Die doktoren zeiden op het moment dat jij ze publiceert, zijn wij voor altijd onze baan kwijt in Turkije. Dus heb ik dat niet gedaan. En dat bleek dus ook absoluut waar te zijn, want er werden gewoon foto's door de overheid gescreend en die namen kwamen naar boven. En die mensen zijn gewoon uit hun ambt gezet. Dus je kunt met fotograferen van iemand online delen op Facebook. Hè? Face recognition, gezichtsherkenning wordt door politie Nederland, ze zeggen dat ze het niet gebruiken, maar in New York gebruiken ze het al wel. Ze hebben de apparatuur, is in huis. Ze mogen het officieel niet, maar het gaat gebeuren. Hooligans. Face recognition? Ik weet dat face recognition officieel gebruikt wordt in Rotterdam, in de bus. Op het moment dat de zwarte lijst staat en je bent te vaak zwart gereden, dan gaat er een sensor aan en dan word je uit de bus gezet. Dat weet ik niet. Ja, Rotterdam is face recognition. Ja. Nog andere vragen, zullen we straks zo naar Jordi? Ja? Dat, ja, hij is bij mij van Jordi. Mensen, laten we nog even Daphne bedanken voor...
bord gekocht en praten, zodat jullie me horen. Kunnen jullie dit gewoon goed verstaan? Ja. Ik heb geen klikken, dus ik gebruik een muis om door te klikken. Dat gaat gegarandeerd fout. Jullie gaan gegarandeerd muizen omdat ze dingen in beeld zien. Probeer even doorheen te kijken. Ik ben Jordi Bruin, ik werk bij Triple IT. Daar doe ik concepting. Dat betekent eigenlijk dat ik apps bedenk en andere digitale dingen. Wij maken eigenlijk alles wat we binnenkrijgen gelijk stuk. We halen alles uit elkaar, proberen te kijken hoe het gemaakt is, hoe we het kunnen verbeteren. Maar vooral zeg maar gewoon, ja, we willen gewoon weten hoe dingen in elkaar zitten. We willen gewoon leren daarvan. En we zijn eigenlijk al sinds 1999 zijn we met mobiele dingen bezig. Dus in 2002 waren we de eerste partij die mobile video deed. En de reden dat ik dit vertel is omdat het later belangrijk is. Niet alleen een promopraatje, ik wil gewoon snel doorheen. Klanten waar we mee werken, we maken bijvoorbeeld RTL XL, Vodafone, Videoland, ANWB, Sport 1, dat soort dingen. En daarnaast doen we ook hosting en design en concepting. Dus dat is wel leuk. Maar de belangrijkste reden voor vandaag is Oculus Rift. Dus ik ga even nog 5 slides vertellen wat wij doen en dan gaan we een leuke ding. Hoewel dat ook heel leuk is. Wie heeft de Vodafone? Zeker. Wie vindt de nieuwe app kut? Ja, ik heb die app helemaal zelf gemaakt en zelf bedacht met een mannetje van 20. We lanceren ongelooflijk veel kritiek. Iedereen haatte, ik moest dood, ik zat aan de drugs, het sloeg helemaal nergens op. Terwijl eigenlijk vinden wij, ja, het werkt best wel leuk. We hebben heel veel verbeterd, we hebben 6 updates gedaan, we gaan minder dingen doen met iBeacons, dat is allemaal heel cool. Alleen ja, heel veel klanten, op het moment dat je voor een klant als foto van dingen maakt, dan word je niet alleen beoordeeld op wat je zelf maakt, maar ook op het bedrijf. Dus als Vodafone app krijgt een 1-ster rating, en dan is dat omdat mijn rekening te hoog was, of omdat het te goed te snel op was, of omdat jullie kankerlijst zijn die super duur zijn, sorry voor mijn woord, maar dat zijn letterlijk dingen die je te horen krijgt. En daarom zijn we naast dat we voor klanten dingen maken, proberen ook zoveel mogelijk dingen zelf te maken. En dat is af en toe wat lastiger, omdat ja, als je die start-up verhalen uit Amerika allemaal horen, daar zit een miljoenen funding in. Wij hebben 100 man ongeveer bij ons werken. Het is nou niet zo dat we zomaar een paar miljoen in een projectje kunnen stoppen, dus we moeten wat creatiever zijn. Dus dat betekent dat we met de dingen die we hebben, moeten we ja, efficiënt omgaan. Omdat we dus vanaf 2002 al met video bezig zijn, zijn we in 2008 begonnen met mobile TV. Eigenlijk tv kijken op je mobiel. Kon toen allemaal niet. Je had toen geen Horizon TV, al die dingen had je niet. Dus wat we toen deden is dat we 10 mediaboxen, dat je die gewoon bij UPC krijgt, hebben we in onze server opnieuw gezet, allemaal op een ander kanaal. En toen zijn we gewoon rechtstreeks gaan opnemen. En dat zijn we rechtstreeks gaan doorpushen naar onze eigen app. Gewoon zodat we zelf tv konden kijken. Dat is uiteindelijk dit geworden, Vincent. We langzaam ook proberen te verkopen. Terwijl we wel zeg maar, vastbleven bij de kern van we willen gewoon iets maken wat we zelf zouden gebruiken. Nu wordt in België gebruikt door alle grote kabelaars, in Nederland, Vodafone, in Amerika. Maar omdat het dus allemaal zelf maakte, konden we zelf bepalen, oké, het moet er zo uitzien en het moet zo werken. En dit is de kwaliteit en deze features moeten er wel in, maar ook vooral deze dingen moeten er niet in. Want op het moment dat je voor klanten dingen maakt, dan is het van, hé, dit moet erin, dit moet erin, dit moet erin, dit moet erin. Al marketing wil dit erin, die wil dit erin. En daar hebben we niet zoveel last van bij eigen dingen. Dus dan kunnen we toffe dingetjes maken zoals dit. Maar die komt er op. We kunnen coole manieren van interfaces maken waarbij we geen rekening mee hoeven met wat iedereen moet snappen. Dat is bijvoorbeeld bij Vodafone, heb je 100.000, heb je een miljoen gebruikers. Ja, dan moet je iets maken wat iedereen snapt van 15 tot en met 66. Maar dan kunnen we bijvoorbeeld ook dingetjes als dit proberen. Nieuwe animaties, die we dan gewoon met 6 man gaan we, oké, het moet er ongeveer zo uitzien, het moet er ongeveer zo uitzien. En dat wordt dan uiteindelijk, tenminste, ja. Zoiets. En als je voor klanten dingen maakt, dan heb je vaak niet echt de ruimte om 3 dagen dat soort animaties te gaan maken. Terwijl dit soort dingen zijn juist de dingen die een app als Instagram onderscheiden van de 500 andere fotosharing apps die je ervoor al had. Omdat Instagram hele mooie filtertjes had die live werkte, dus je kon zo gelijk zien hoe je foto eruit zag. Dat kost een paar weken extra en je moet daar vaak eens ontwikkelen. Hoeveel van jullie zijn ontwikkelaars? Iets hoger dan je, zodat ik iets beter kan zien. Niet zoveel. Ik ging ervan uit dat jullie allemaal iOS en Android allemaal gek waren. Design. Ik probeer even een beetje beeld te krijgen wie wat doet. Wat doet de rest dan? Oké, maar kan ik heel technisch als ik dingen zeg als polygonen? Weet iemand dan wat het is? Ja. Mooi. Retina. Ja. Oh, dit scherm. Dan weet je er genoeg. Dan kan ik wel zeggen. Kijk, ik ben allemaal weg. Ja, het leuke ding. Oculus Rift. Wie kent de Oculus Rift allemaal? Dat is mooi. Voor de mensen die Oculus Rift niet kennen,
Het is een virtual reality headset. En dat is eigenlijk zoiets als dit. Je doet hem op je hoofd. Je hebt voor beide ogen een lens. En er zit eigenlijk gewoon een scherm achter die opgesplitst is in twee dingen. Dus ze kunnen voor je ene oog en voor je andere oog kunnen ze ander beeld geven. En wat ze nou eigenlijk doen is dat het rechteroog ziet als een stukje meer naar rechts. En daardoor zie je 3D. Dus jij kan echt naartoe kijken en je ziet dan echt diepte. Dus je kan bijvoorbeeld zien, hey, die stoel is 5 meter verder. Of die bal of wat dan ook is daar. Ik denk dat dit het best kan laten zien wat het eigenlijk is. Om geluid te doen. Open your mouth and then shut. So this is a big scan. I'm on the type. Where did you go? Did you get the picture of doing that? I'm not. I'm taking a video. This is going on YouTube. Oh, man. Sitsi, what do you think? It's so real. And it's a picture in here, huh? Yeah. Oh, bloody. That's pretty cool, right? It sure is. And you know what? Is it my eyes or are the leaves blowing? They're blowing. You're right. You see it. Wat ze op het laatst noemde was dat je blaadjes en kleine dingen zag ze voorbij vallen. En dat is wel ook een typisch voorbeeld van die animatie waar we het net over hadden. Je kan gewoon een game maken waarbij je gewoon, ja, je loopt in Toscana rond. Maar op het moment dat je ook blaadjes voorbij ziet komen en je kijkt daar en komt opeens zo'n heel klein pluisje voorbij gevlogen. Daardoor heb je echt het gevoel dat je er bent. Ook al ziet het niet helemaal perfect uit, ook al zijn de polygonen nog laag, ook al ziet het nog uit als een game van 10 jaar geleden. Doordat dat soort kleine details je triggeren, heb je echt het gevoel dat je in een andere plek bent. Dit is Paul Malucky. Deze foto was in 19. Jullie zijn ongeveer 21, denk ik zoiets. Oude jongen. Hij is de maker van Oculus Rift. En op zijn 20ste had hij al 660 van dit soort dingen opengehaald, uit elkaar geschroefd, nieuwe dingen meegemaakt. Hij maakte iPhones open en repareerde ze voor mensen, dus je scherm kapot was, dat ging in hem. En van dat geld kocht hij steeds meer van die head-mounted displays. En toen is hij uiteindelijk zelf een head-mounted display gaan maken, omdat hij dacht, ja, deze dingen kosten 10.000 euro, soms ook 30.000 euro voor het leger. Hij dacht, ik kan dat veel beter. En toen ging hij naar een forum, ik weet niet of jullie wel eens op een forum zitten, misschien voor sport of andere dingen. Hij ging naar een forum wat puur was voor enthousiastelingen over 3D. Dus dan moet je denken aan 3D-tv's, maar ook van die head-mounted displays. En dan zette hij gewoon in, hey jongens, ik ben weg, bezig met een head-mounted display. Oculus Rift natuurlijk, dat ga ik niet lezen, maar best wel technisch impact van, hey, dit is waar ik tegenaan liep. Ik ga het team maken, wie wil ze misschien van me kopen, dan kunnen we even kijken wat het wordt. Maar heel veel goede reacties erop. En een paar weken later was een andere persoon, John Carmack. De mensen die hem kennen, handjes. Oké. Okay. De mensen die hem niet kennen, kennen waarschijnlijk nog steeds niet. Hij is de maker van onder andere dit spel. Doom. Het is een spel uit 1990 of zoiets, correct me if I'm wrong. Best wel een baas in de gamewereld. Echt maar. En hij heeft dus een van die 10 prototypes van Paul Malucky overgekocht. Hij was heel erg bezig met virtuality, het moet groter worden. Alleen, ja, de kwaliteit was nog niet goed genoeg. En wat hij toen heeft gedaan, is hij is naar E3 gegaan, grote gamebeurs. En heeft hij daar dan al zijn vriendjes, dus alle grote gamemakers, maar ook alle grote journalisten, heeft hij laten zien. En, nou, dat liep wel lekker. Dus toen hebben ze vervolgens een Kickstarter gemaakt. Kent iedereen een Kickstarter? Ja. Voor mensen die het niet kennen, daar kun je een project op zetten en dan kun je geld vragen. En dan kunnen mensen je geld geven voor je het gemaakt. Hij had $250.000 wilde hij hebben. Kreeg uiteindelijk 2,5 miljoen. Dat had hij zelf niet echt verwacht. Hij dacht, ja, ik maak er misschien een stuk voor 1000. Het werden er iets van 10.000, 15.000. Dus allemaal vertragingen. Heel veel mensen ook weer. Ah, klootzak, kutbedrijf. Nou, een beetje hetzelfde als ik met Vodafone kreeg hij. Omdat hij opeens 15 keer zoveel van die dingen moest maken. Het voordeel hiervan was wel dat opeens alle grote gamebedrijven dachten. Hey, virtuality, dat gaat wel wat worden. Dat wordt wel interessant. Dit is mijn order voor die eerste Oculus. Dat was toen. Nou, je kunt wel lezen dat eigenlijk niet verwachten. Het ding kost maar $350. En de verwachting is, omdat ze nu door Facebook overgekocht zijn, dat ze hem voor kostprijs gaan verkopen. Dus moet je denken aan ongeveer €200 voor zo'n bril. Die straks hogere resolutie is, hogere kwaliteit, beter, kleiner, dunner, mooier. Nog steeds niet mooi. Je gaat er niet mee over straat lopen, maar voor de gemiddelde gamer is het prima te doen. Waar het niet dat je nog steeds een computer van ongeveer €1000 nodig hebt. Maar dat is ook allemaal tijdelijk, dat gaat wel mooi. Wie van jullie kent Reddit? Reddit is eigenlijk een soort forum met allemaal kleine onderdeeltjes.
Je hebt er eentje voor Oculus, maar je hebt er eentje voor Apple, je hebt er eentje voor mannenmode, vrouwenmode. Je hebt er eentje voor naaktfoto's van bekende mensen. Een paar weken geleden. En eigenlijk vanaf het moment dat ik die bestelling heb geplaatst, was dit eigenlijk, ik denk 10 tot 50 keer per dag was dit de site die ik refreshte. Dit was eigenlijk de grootste community van mensen die hem of besteld hadden, of wilden bestellen, of de dingen vooruit maken waren. Ik heb nu gesorteerd op zeg maar, de meest grootste topics. Bovenste topic is Notch van Minecraft, misschien kennen jullie hem. Op het moment dat ze werden overgekocht door Facebook, zei hij oprotte kutbedrijf, ik ga nooit meer met jullie samenwerken, want Facebook is slecht, bla bla bla. Interessantere dingen zijn bijvoorbeeld, hey, ik ben iets nieuws aan het maken. Of dit soort dingen, dat mensen die bril op gaan doen en laten zien van hey, dit wordt onze toekomst. Dus gaan we heel erg grote discussies over, oké, wat zijn het nou, wat zijn de gevolgen van als we allemaal met zo'n bril rondlopen. En je kan nu nog zeggen, ja, het ziet er niet uit, het ziet uit als een game. Niemand gaat daardoor getrickt worden. Maar over 5 jaar, over 10 jaar, over 30 jaar, dan kan dat die bril, dat kan net zo echt zijn als dat ik nu naar jullie kijk. Dus dan zouden dit soort situaties best kunnen bestaan waarbij je gewoon een infusie hebt, dat je je voeding en je drinken krijgt. En voor de rest van de tijd gewoon lekker in je game zit. Of je bent een beroemdheid. Of je bent alleen maar intieme dingen aan het doen met de bekende mensen die nagemaakt zijn in de 3D-wereld. Zeg maar. Maar wat ik het allertofste vond van Reddit, is dat dit een van de users is. Paul Malucky is namelijk heel erg actief ook op die site. En dat zie je bijvoorbeeld in... die slide heb ik niet. Gaan we gewoon lekker door. Wat je in ieder geval ziet is dat hij dan echt gaat reageren op wat mensen zeggen. Dus er heeft iemand bijvoorbeeld een nieuwe demo gemaakt. En dan gaat hij zeggen, hey, dit is vet, misschien kun je dit gebruiken om te verbeteren. Eigenlijk dezelfde manier waarop hij dat helemaal op het begin deed, voordat hij 10 stuks had. En dat is ook gewoon de plek waar je, als je problemen hebt met ontwikkeling, maar ook gewoon problemen met, hoe moet ik mensen dit laten testen? Wat zijn de gevolgen als ik dit ga doen? Kun je gewoon met gelijkgestemden kun je erover hebben. En dat is heel erg interessant. En het helpt vooral als je 10 maanden moet wachten voordat hij binnenkomt. Om dan met andere mensen te zeggen, fuck, wat gaan we allemaal doen als hij er is. Dit was hem, toen hij eigenlijk binnenkwam. Dit is de eerste versie. Die ziet er wat lelijker uit nog dan die. Vooral het lompen, een hele lage resolutie. Maar je kon al heel snel een beetje zien wat er allemaal mee kon. En ik nam hem toen mee naar werk. En eigenlijk de volgende dag gaf mijn baas dit formulier. Ik weet niet of jullie links bovenaan kunnen zien wat het is. Een declaratieformulier. Ik heb hem namelijk gewoon voor mezelf gekocht. Maar mijn baas zei gelijk, geef hier dat ding, hier heb je je geld terug. En we gaan er lekker dingen mee maken. Dat was voor mij wel fijn. Deels om het scheelde me €350. Maar ook omdat het me de mogelijkheid gaf om gewoon tijdens werk hier mee bezig te zijn. Zoals ik zei, we maken ze met apps en hosting en dat soort dingen. Maar we hebben ook innovatieafdelingen waar we gewoon nieuwe dingen kunnen maken. Dus we zijn met iDeals bezig, ook met Google Glass, zoals dat net zei. Dit vond ik veel toffer natuurlijk, met Oculus Rift dingen maken. Nou hadden we niet echt game developers bij ons, dus het was vooral een beetje aanklooien met simulaties van kleine omstandigheden. Uit elkaar halen van dingen. Dit was de tweede versie. Ik ben toen naar Amerika geweest om uit te testen. Super vet. En het vette is dat op het moment dat we toen die bestelling konden doen, hebben we er 4 gelijk besteld en nu hebben we er 4 op kantoor liggen. En dat is omdat wij wat dingetjes ermee maken. Het belangrijkste ding, misschien het bekendste ding, is dat we voor de KNVB en voor 2 grote voetbalclubs, eentje mag ik noemen AZ, en ik heb de Ajax in ieder geval. Hou het even een beetje aan. Maken we voetbalsimulatie demo's. En dat komt omdat wij hebben 4 mensen op kantoor die goed zijn in sales. En we hebben ongeveer 20 mensen op kantoor die goed zijn in FIFA. Dus elke dag na de lunch zitten 12 man op 3 tv's FIFA te spelen. Dus er is nogal wat affiniteit met voetbal. En die link was vrij makkelijk gelegd van hey, we hebben contacten bij de KVB, we hebben contacten bij AZ, Ajax. Ja, fuck it, we gaan gewoon het maken. Dus we zijn toen gewoon naar Unity, een game engine. Hebben we gewoon wat spelertjes gedownload voor €50, een stadion gedownload voor €100. En toen zijn we daarna gewoon lekker mee gaan klooien. En toen zijn we uiteindelijk Beyond Sports begonnen. Dat is onze tak voor alle dingen die we met virtuality doen. Dus we hebben nu Beyond Sports, Beyond Health en Beyond Education. Die 2 laatste gaan dus over hoe we het voor gezondheid dingen kunnen gebruiken. Kom ik zo nog op. En voor school, wat heel erg tof is. Ik heb aan een paar basisscholen lessen gegeven, die kinderen gingen heel uit mijn dak. En die zeiden trouwens dat ze die Google Glass allemaal zouden dragen. Ik neem aan dat hier prestaties te klein zijn. Die kinderen waren in ieder geval helemaal hier zo.
Onder het Beyond Sports gedeelte viel ook nog een Google Glass plekje dat we voor de KVB hebben gemaakt rond het WK. Daarmee konden ze herhalingen en dat soort dingen op Google Glass zien. Het is allemaal leuk voor je marketingwaarde, alleen ja, het werkt helemaal niet voor gemeten op zo'n klein schermpje, zo'n beeld. En het loopt dan vast, dat is allemaal kut. Maar het is een prima, leuk, cool dingetje, alleen voor praktische dingen is het er gewoon niet. Ik zei dat net ook al, het moet gewoon een paar jaar verder zijn. Dus toen zijn we gaan focussen op Oculus. En ons idee was, dit is een paar slides in het Engels, we kunnen het ook wel lezen. We willen dat mensen beter inzicht krijgen in spelsituaties. Dus moet je voorstellen, ik heb helemaal niks met voetbal, dus ik ga vast verkeerde namen zeggen. Maar als spits zijn, loop je op een keeper af en het doel is erop open. Als je daarna die keeper het perspectief van die spits laat zien, dan ziet de keeper van, hey shit, ik had meer naar achter moeten staan, of ik had meer naar voren moeten staan. En dat is compleet anders dan als je videoherhalingen kijkt. We waren bij een van die clubs en er was een bepaalde situatie, iemand had een bal gepaast naar die speler daar. 20 keer de herhaling gekeken en elke keer zei ze van ja, dat is de enige persoon naar wie je had kunnen spelen, prima, goed gedaan. Ja, het was gewoon jammer dat die onderschept werd ofzo. Ze doen die bril op en binnen 3 seconden zien ze, hé, maar fuck, daar staat ook gewoon iemand. En dat was gewoon, ik snapte echt niet hoe ze dat die 20 keer niet hadden kunnen zien. Maar blijkbaar zit je als coach, trainer, technische staf, zit je zo in een bepaald beeld van, hé, ik kijk er vanaf hier. En dat kunnen wij nu compleet anders doen. Dus ik heb een paar screenshots en ik heb eigenlijk zelfs iemand nodig die het wil demo. Dus ik denk dat ik nu alvast even een soort van volunteer kan krijgen. Ja? Mag jij alvast iemand voorkomen? Ik kan hem zo even aanzetten. Hey, Mark. Kennen jullie Mark allemaal? Ja. Links is zeg maar hoe die registratie er nu uit te zien. Bovenaf 2D lijntjes. En rechts is het eerste versie die wij hebben gemaakt. Sorry? En rechts is dan zeg maar de 3D versie. En we kunnen dan dingen doen als je van spelersperspectief laten wisselen. We kunnen dat soort dingen lijnen tekenen in real time. Maar dan kun je ook gewoon de lucht in gooien, zodat je de situatie vanuit zo'n Eagle Cam kan kijken. En in de toekomst van dit soort dingen komen. This is about this prototype. Mm-hmm. Is that, you know, we put a ring on my side, it's not sure for you, so we have to raise the ring a little bit. Alright, the next step is to put you in the game. Alright. So this is we're working with Half-Life 2 right now? Yeah. We're working with Half-Life 2. Je kent het wel, het verhaal dat als je iets wil demo dat het nooit goed werkt. We gaan nu een voetbalwedstrijd kijken zonder spelers. Dus dat vind ik even weten. Aan het einde sta ik daar nog wat mensen wat demo's en dat soort dingen willen zien. Okay, normaal gesproken is dit de HD en dat soort dingen. Mark, kun je even om je heen kijken? Wat we nu zien is met zijn linkeroog en zijn rechteroog. En voor hem ziet het er gewoon als één beeld uit. Omdat zijn rechteroog zit iets meer naar rechts, zijn linkeroog zit iets meer naar links hieraf. En daardoor kun je nu dus bijvoorbeeld diepte zien. En het is heel jammer dat het nu werkt, want anders doe je een heel leuk om spelers voorbij zien lopen. Ik ga kijken of dat ik nog aan de praat kan krijgen. Ik ga je wel eventjes in de lucht gooien. Zoals je bijvoorbeeld zien. Weet u nog wat ik zei over dat demo's niet werkt? Dat hou jullie van me te goed. Jongens, een applausje voor Mark.
het is heel vet als het werkt. Ja, dames, het is super goed gaan met het Nederlands team. Dames zijn vier geworden. Het kwam allemaal door onze dingen. Ik weet niet of Ajax fans zijn, maar dat zal waarschijnlijk ook gaan. En het interessante is dat dit best wel impact gaat hebben op hoe mensen zo'n training ervaren. Hoe ze naar andere spelers kijken. Als ze bijvoorbeeld zagen dat een speler dan die bril deed en naar een bepaalde situatie ging kijken. Terwijl andere spelers erbij waren. En zei: godverdomme, zie je wel, ik stond vrij, kijk maar. En dan deden ze hem op bij die andere speler. Ah, je hebt gelijk man, sorry. En toen tijdens de wedstrijd er grote discussies over. Maar op het moment dat je op zo'n manier met elkaar kan interacten, ik weet het Nederlandse woord niet. Is best wel top. Dus daarom zijn we ook met de Universiteit van Utrecht zijn we onderzoeken aan het doen over de lange termijn gevolgen voor dit soort trainingen. Nu even iets andere toffe dingen die zijn gekomen met Oculus. We zagen net al een soort Tony Stark. Dit is iemand die heeft, of een bedrijf die heeft een soort vest gemaakt waarmee je dus dit soort dingen kan doen. Maar ook in het hele lichaam. Maar ja, dan krijg je natuurlijk heel veel van zwingen. En als je dat dan weer combineert met dat ding waar wij gelopen, dan kun je best wel voorstellen dat je straks gewoon op die manier kan trainen. Dit is een ander bedrijf, Jaunt VR. Dit is een later prototype. Wat ze eigenlijk deden, is ze kochten 20 GoPro's. En die hebben ze allemaal zo naast elkaar neergezet, zodat ze 360 graden 3D video konden maken. Een kleine versie daarvan zagen jullie misschien gisteren in het nieuws. Dat je Prinsjesdag met die Oculus Rift live kon meekijken. Hadden ze geen 3D, maar wel een 360 graden camera. Hadden ze neergezet ergens in het publiek. En dan kon je gaan kijken naar de troonrede. Dat klinkt nu al een beetje van ja, dat gaat niemand doen. Maar wederom weer als die kwaliteit steeds hoger wordt. En je kan bijvoorbeeld straks voor €2 naar een concert van je favoriete artiest die helemaal aan de andere kant van de wereld is. En het voelt echt alsof je erbij bent. Dit gaat gewoon echt super groot worden. En niet alleen omdat het gewoon tof is om te doen, maar ook omdat je een hele andere manier van video kijken krijgt. Waar je bijvoorbeeld vroeger, op tv werd het programma uitgezonden en dan keek iedereen dat. Toen op een gegeven moment kwam YouTube en wat je dan nu krijgt is dat mensen gaan linken naar een fragmentje in een ander filmpje. Bijvoorbeeld een citaat van iemand op 1 minuut 14. Wat je hier nu straks mee gaat krijgen is dat je bijvoorbeeld hier in het midden een camera hebt staan en dat jullie een half uur worden gefilmd. En dat jij dan gaat delen van, oh, dan moet je kijken, die gast die zat daar op 2 minuten 14, zat hij in zijn neus te peuteren. En dat zie je alleen als je daar naartoe kijkt. En als je daar kijkt waar de presentatie is, dan zie je dat niet. Dat wordt best wel gek ook voor regie en voor films. En dit staat zo'n Prinsjesdag eruit. Toerisme, ga ik even overslaan. Het wordt best wel gek voor films. Iedereen kent deze film wel, Avatar denk ik, 2009. 230 miljoen budget. 3 miljard hebben ze opgehaald, dus dat hebben ze makkelijk teruggekregen. Wat er toen de tijd gebeurde is, James Cameron, heet hij volgens mij, heeft toen allemaal eigen camera's laten maken, puur voor het maken van deze film. Er zit zoveel CGI in, zeg maar computer-generated stuff, dat het voor hem heel moeilijk was om zeg maar, de scène te schetsen. Als je bijvoorbeeld rechtsboven kijkt, het is gewoon een studio met een paar bomenstronken. Maar als hij dan door die camera heen keek, deden ze maar de overleef van wat het uiteindelijk zo ongeveer zou worden. Zodat die veel meer dingen in beeld kan brengen, zoals je een echte film in beeld brengt. Een echte characters, een echte ruimte. So you've got these 16 motion capture cameras, and they're basically looking at the center of this volume, and what they're seeing are these four markers. And what they, so right now, the... Dus als je 3 miljard verdient met een film, dan is het niet zo gek om voor je volgende film 300 miljoen uit te geven om een heel kamersysteem te maken, wat perfect hiermee werkt. Maar hij is ook uitgesproken dat hij er heel erg geïnteresseerd is, want hij maakt ook documentaire-achtige dingen. Dus hij gaat er zeker dingen mee doen. Het is nu nog een beetje de vraag, niemand heeft nog zo'n ding. Er zijn ongeveer 100.000 in de hele wereld, van de oude en de nieuwe versie. Maar op het moment dat hier straks miljoenen van verkocht worden, omdat Facebook er volle marketing achter komt en je straks exclusieve concepten kan kijken en exclusieve games kan spelen, voor de gamers
Maar als je ooit Half-Life 2 hebt gespeeld normaal, als je het eenmaal hiermee hebt gespeeld, je wil niks anders meer. Ik speel ook geen normale games eigenlijk meer. Ik probeer elke game gewoon daarin te spelen. Het slaat echt helemaal nergens op. Het is echt, ik kan ze wat dingen laten zien voor de hardcore gamers, maar het is echt heel vet. Dit is voor Held, interessant. Dit is uit 2008 al, dus voordat dit allemaal was. Ik ben bijna klaar. Kindjes in een ziekenhuis die brandwonden hebben, die hebben heel erg veel pijn als die brandwonden vervangen worden. Dat is het meest pijnlijke moment, omdat dan opeens al die pijn weer vrijkomt. Wat ze toen deden, is ze gaven de kinderen een soort oude versie van de Oculus Rift, waarbij ze dan in een sneeuwwereld stonden, waar allemaal sneeuwmannen waren die allemaal sneeuwballen naar hen toe gooiden. En doordat zij het gevoel hadden dat ze in een koude wereld waren, waar koude mensen om hen heen waren, die koude dingen naar hen toe gooiden, voelden ze die pijn minder. En nu kun je dat doen ook gewoon met een normaal spelletje, dat is gewoon afleiding. Maar op het moment dat je ook echt dit soort dingen gaat doen, waarbij je dus de perceptie van mensen probeert te veranderen, en het werkt ook, dan kun je je voorstellen wat voor grote gevolgen dit allemaal kan hebben. Als je bijvoorbeeld, je hebt een hele slechte dag gehad op werk, je doet er dingen op en je krijgt alleen maar positieve prikkels. Of je gewoon voelt dat je naar zonvakantie gaat ofzo. Dat gaat echt gewoon echt werken. Meditatie ziet er allemaal heel lelijk uit. Maar op het moment dat je het ding op hebt en je hebt je koptelefoon op en hij luistert naar omgevingsgeluid en dat vervormt hij op zo'n manier dat jij echt het gevoel hebt dat je in een andere ruimte bent, je wordt er heel erg rustig van. En het volgende voorbeeld is een heel mooi voorbeeld ervan, waarbij je doet tenminste. I ran to Paris with The Verge, but for half an hour, I was someone else. I was a woman. I was a stranger. I stared down at the clay mask I held in my hands, struggling to comprehend the little hands, which were clearly not mine, were allowing me to feel. And what ze nu deden is, dat is een research project, dus het was helemaal afgekaderd van hoe het moet werken. Maar alle handelingen die hij deed, kopieerde zij precies. Waardoor als hij dan zijn hand omhoog deed, deed zij dat ook. En omdat hij haar camerabeeld zag, had hij het gevoel dat hij een vrouw was. Dus je kreeg dan dit soort dingen. Dat je een hand gaf aan iemand die eigenlijk helemaal niet voor je stond. Dat was een andere persoon. Hier waren twee mensen die een hand gaven. Dit gaat heel erg veranderen hoe mensen maar met elkaar omgaan. Het grootste voorbeeld bij ons op werk is dat, wat doe je de eerste dag als je zo'n bril binnen hebt? 3D porno kijken. We zaten met 20 man om die laptop heen, terwijl 1-9 die bij ons werkt dat ding speelde en opeens een blank persoon was, met een heel klein dikje vergeleken met hem, zei hij. En dat begint dan leuk en spontaan. En opeens halverwege de demo werd hij een vrouw. Dus hij werd de vrouw in die 3D pornofilm. Waardoor je nu zeg maar echt, hoe is dat om een vrouw te zijn in zo'n situatie? Dat is een redelijk extreem voorbeeld, maar met dit soort dingen kun je ook best voorstellen dat je daar heel anders naar dingen kijkt. En dit is zelfs een versie, ik weet niet of hier, zelfs een versie waarbij ze alle helemaal naakt waren. Dus dat je zeg maar jezelf naakt aanraakte, zogenaamd. Heel vreemd. Volgens mij is het de laatste. Ik ga niet proberen die demo te doen, het gaat vast fout. Dit is wel echt de vetste demo die ik ooit heb gezien. Het is geen game, het is een educatief tool waarmee je door de ruimte vliegt. Ik weet niet hoeveel mensen zijn die gefascineerd zijn door de ruimte. Als je deze demo ook eens wilt benen, sowieso. Hierbij vlieg je namelijk door de ruimte en dat lijkt je allemaal gewoon, dan ben je misschien een zonnetje. Maar op het moment dat je dat ding op hebt, is de zon niet gewoon dat. De zon begint daar, gaat er helemaal zo, stopt daar. En des te dichterbij je komt, des te immenser dat allemaal wordt. Je ziet heel erg grote schaal. Dus vooral als je dan begint op de aarde en langzaam uitzoomt, je ziet heel groot dat er eigenlijk maar zo'n klein dingetje zijn. Voor kinderen, we zijn dus bezig om dit op basisscholen, dus om in groepslesjes te geven aan kinderen. Dus dat ze dan met z'n vier samen door de ruimte vliegen. En dit blijft veel meer bij dan dat je op een boek de planeetjes één voor één ziet. En dan moet onthouden dat Jupiter groter was dan Saturnus. Dus ik heb die net wel erin gekregen, dus als je even straks wil proberen, die mag ik. Dit zijn de makers van Oculus, inmiddels herkennen jullie misschien wel. Die zijn dus vorig jaar, begin het jaar, overgekocht voor 2 miljard door Facebook. Dus ik kan er wel op zeggen dat dit heel groot is voor allemaal. En volgens mij, dat was mijn laatste slide. Ik ben dus Jordi Bruin, mijn nummer is mijn telefoonnummer. We zoeken namelijk altijd ontwikkelaars, designers, mensen die toffe dingen willen maken, mensen die met Oculus dingen willen maken, mensen die stage willen lopen. En dat is mijn vraagje. Nou.